de spinnerig. In deze video gaan we die knopen. Ik zit lekker te vissen. Ik ben ondertussen een andere video aan het maken. En ik had jullie beloofd om een how-to spinnerig, hoe ik hem maak, te maken. Dus dat gaan we doen in deze video. Ik heb alles klaargezet. En ja, stap voor stap laat ik zien hoe ik hem maak. En dan leg ik ondertussen uit waarom ik het doe. Enzovoort. Dus ja, laten we gewoon lekker beginnen. En ja, ik zal het rustig aandoen. Kun je altijd nog even terugkijken. Je kan pauze zetten, wil je het nadoen. En ja, wie weet heb je er wat aan. Het is in ieder geval voor mij een rig die echt al ruim anderhalf jaar echt serieus veel vis heeft opgeleverd. En hij is gewoon makkelijk. Weet je. Je vist de pup-ups mee, wafters, bodemaas, tijgenoten. Alles kan je ermee bevissen. Dus eigenlijk zou het één rig kunnen zijn voor overal en altijd. Wel saai natuurlijk, maar goed, ja, het laat wel zien hoe goed die rig is. Dus ik zie jullie in de maak zetten. De spinnerig. We gaan hem maken hoe ik hem maak en dat is op deze manier. Ik ga niet met merken lopen gooien. Ik vertel gewoon wat het materiaal is. En dan kan je zelf maar bepalen welk merk je wilt gebruiken. Dus we beginnen met de haaksectie. Dat is eigenlijk vrij simpel. Je hebt hier een haak, in dit geval een krenkmodel maat 4. Mijn ervaring is dat een krenk of een wide gape haak minder losses veroorzaakt dan een kurshank. Dus ja, ik kies in dit geval voor de krenk. Als eerst schuif ik er een kikkertje op. Ik gebruik een medium kikker. Dit is een voorgevormd lijnetje eigenlijk. Je kan ook krimpkous gebruiken. Ik vind, ja, dit is gewoon makkelijk. Nou, die schuif je op de haak. Tot je puntje aan die kant eruit komt. Nou, lekker. Nou, dit kan iedereen, toch? Dan pak je je swiffeltje. Dit is een spinnerswiffel. Met een ringetje en een haakje. Het haakje vergemakkelijkt het wisselen van de haak. Kijk, je haakt hem er gewoon in. En dan schuif je je kikkertje eroverheen. Dit zorgt voor een mooie positie, waardoor hij echt klaar staat om te grijpen. Ook ervoor dat je haak niet tijdens de drill of whatever eraf kan komen en dat je dus je vis eventueel verliest. Nou ja, een haakje zit erop, ringswiffeltje zit erop. Doen we een microswiffel, micro ringswiffel, om het aas aan te bevestigen. Dan kun je kiezen voor een ringswiffel of een schroefpennetje. Dit is super makkelijk. Je draait je pakt een aasje en je draait hem er zo op natuurlijk. Super makkelijk, super snel voor als je even snel wil vissen. Het nadeel hiervan is als je wel wat langer in ligt. Je pup-up wordt een beetje broos en week. En ja, als er een meerkoetje komt of een brazem, die kan hem er zo aftrekken. Ja, dan vis je dus met niks. En dat willen we niet. Dus ik kies altijd zelf voor een swiffeltje. Iets meer werk met beetvlos. Maar wel een stuk veiliger om te kiezen. Nou, die gaan we monteren op de haak. Er zit er een groot ringetje op. Prik je gewoon met je haakpunten doorheen. Dat die over je haak stil schuift. Nou, dat is niet zo ingewikkeld, denk ik. En vervolgens pakken we een hoekbeetstopper, zo'n stoppertje voor op je haak, om te zorgen dat je ringswiffel niet van je haak afglijdt natuurlijk en in de goede positie, dat hij ook in de goede positie blijft. Prikken we op de haak, er zit een heel klein gaatje in, je haakpuntje erin en dan begeleid je hem voorzichtig over je weerhaak en zorg dat hij er niet uitscheurt. En dan schuif je hem in een goede positie. Voor mij is dat altijd de hoogte van de weerhaak. Dus hier in een rechte lijn. En dan staat hij altijd zo. Nou, het grote deel is al af. Hier doe je je aas op, dat laat ik straks zien. Nu gaan we een boomsectie maken. Nou weet ik dat er heel veel van jullie dit ringetje eraf knippen. En dan de boomsectie.
bevestigen met een lusje of met een krimptool en sleeves. Nou heb ik niet zulke hele goede ervaringen met sleeves. Dus ik knoop hem liever. Ik knoop hem ook niet met een lusje. Ik knoop hem strak aan het ringetje. Waardoor dus tussen het ringetje en mijn boomsectie geen speling zit. Dus daarom, ik gebruik het ringetje om te zorgen dat hij kan bewegen. Want als ik dat vast aan het warteloogje knoop, dan beweegt hij niet, gaat hij niet meer omhoog. Ja, nu het grappige, de knoop. Ik heb geen flauw idee hoe die heet, maar hij is super simpel. Je doet hem er doorheen. Dan doe je hem een keer rond. En dan gelijk met die. En dan ga je het losse stukje drie keer, of twee keer is eigenlijk al genoeg, er doorheen steken. Twee keer. Dan trek je hem even aan. Nou, dat doe ik even buiten beeld met mijn tanden. Dan trek je hem aan. Een beetje vocht op de speeksel op de knoop. En dan ga je hem aantrekken. Nou, doe ik dat normaal met twee handen. Dus dat... en mijn mond. Dus dat gaat een stuk makkelijker. Nou ja, het knoopje zit. Je kan elke knoop gebruiken die je wilt. Je kan ook zeggen, ik maak een klein lusje. Kijk, nu zie je dat het ringetje bij mij... Dat zit vast. Uiteinde knip je af. Pjoep. Voordat je de lengte gaat bepalen, pak je je anti-tangle tube. Dit is er eentje van 3 centimeter. Je hebt ze van tungsten. Je hebt ze bruin, langer, wit. Je moet zelf maar kijken. Ik neem nu geen tungsten in verband met rivierkreeft. Want die houden daar wel van. Op een of andere manier. Nou, je prik je lijnen erheen. Ja, misschien wel handig om te weten. De boomsectie. Dit stuk is voor mij is 5500ste fluorcarbon. Ik kan ook zeggen, ik kies 40-honderdste, dan blijft het wat soepeler. Je kan het nog stijver doen. Het is maar net wat je wilt. Ik heb toevallig een rolletje 5-5-honderdste nog. En ja, dat voldoet prima. Dus dat kan ook gewoon nylon zijn hoor. Het hoeft niet speciaal fluorcarbon te zijn. Het werkt allemaal. Ik heb het idee dat fluorcarbon misschien wat meer onzichtbaarder is. Maar of dat nou ook echt zo is, ik weet het niet. In ieder geval, we gaan de lengte bepalen. Nou, ik weet dat dit een beetje 12,5 centimeter is. En die lengte wil ik ook. Ik wil hem vrij kort. Sommigen die vissen hem 18 en ja, ik weet het niet. Mijn ervaring is, en dat bevalt me prima, is gewoon vrij kort. Dan ligt hij altijd mooi strak op de bodem. En lang zat in mijn ogen. Dus ja, de lengte is bepaald. Nu ga ik hier een lusje maken. Ja, ik doe het altijd echt super simpel. Dat kan echt iedereen, gewoon dubbel. En dan doe je gewoon een simpel lusknoopje. Gewoon eenmalig. Kijk, hier gewoon een heel makkelijk knoopje. Een beetje speeksel erop. Of water, wat je ook wilt. En dan met mijn krimp, of met mijn toeltje, trek ik hem aan. Nou, ik doe dit stukje normaal met mijn tanden. Nou, dat gaat nu een beetje lastig. Dus ik doe het even met begeleiding. Stiekem even wel met mijn tanden. Stiekem wel met mijn tanden gedaan. Nou zit het lusje prima. En geloof me, dit lusje, dit gaat echt niet stuk hoor. Ik heb dit al 1000 keer geprobeerd. En ik kan het moeilijker doen. Ik kan die 8 knoop doen of een 3 kamer knoop. Maar dit voldoet. Werkt prima. Nou... Dan doe je anti-tangeltjoepje omhoog. En kijk, daar heb je gewoon een spinnenrig. Helemaal zelf geknoopt. Stelt niks voor. Het is echt 2 minuten werk. En je moet wel zorgen dat je... Kijk, nu zie je dat hij scheef zit. Wel zorgen dat je kikkertje... Dat die altijd goed zit. Weet je. Dat je hem een goede, bij elke worp dus checken. Of die in de goede vorm staat. Of deze nog wel op de goede hoogte staat. Ja, nu willen wij natuurlijk zoals met een pup-up gaan vissen. Bodemaas laat je hem gewoon zo. Waftertje laat je hem ook gewoon zo. Niks eraan doen. Voor een pup-up kan je een beetje loodputtie erop doen. Dus dat doen we maar. Klein beetje loodputtie. Kneden dat het wat zachter wordt. Ik doe dat altijd over het knoopje. Ik heb een beetje grip. Ook al is het eigenlijk altijd wel een ellende hoor. Ik kan beter een vast loodje gebruiken. Fox heeft hele mooie loodjes met zo'n rubber dingetje. Die erin vasttrekt. Dat gaat tenminste niet eraf. En als je helemaal je goede gewicht hebt gevonden, dan
Dan hoef je niet meer steeds dit te doen. Nou ja, dat zit erop. Loodje. Dan gaan we een pup-upje erop doen. Ik heb hier een hele mooie roze pup-up. Vismeel met een beetje goo erop nog, zoals je ziet. Bowlingnaaltje. Prik je er gewoon doorheen. Zo. Dan pakken we een stukje vlosdraad. Een stukje vlosdraad, dit is beetvlos, het is tandenvlosdraad in principe, zonder smaak. Werkt prima, je kan ook gewoon bij de Albert Heijn halen of zo. Het maakt allemaal geen bal uit. Het is allemaal hetzelfde. Vlosdraadje. Prik je door het oogje van je ringswiffel. Tjoep. Maak je hem even mooi gelijk. Pak je je bowlingnaald, er zit een weerhaakje op hier. Dan pak je je draadje mee vast dat hij erachter zit. En dan schuif je zo die pup-up erop. Hoppa. Dan wil ik met pup-ups, dat is misschien wel handig om meteen mee te pakken. Bodemaas hou ik altijd dat warteltje aan als her. Dus dan ligt het zo. Pup-ups en wafters, dan trek ik hem erin. Want die wil ik zwevend boven mijn haak hebben. En niet een heel stuk hoger. Ik wil hem eigenlijk zo laag mogelijk houden. Knip je even af. Uiteindes van je vlosdraad brand je gewoon met een aansteker tot die een propje wordt. Dan druk je hem plat. En dan heb je hier een stoppetje, een plastic hardstukje. En dit blijft echt prima zitten. Dit gaat ook na meerdere meerkoetopnames. Blijft dit gewoon zitten. En dan ga je echt super lang, dan kan je dit nog veel groter maken. En dit is hem. De beruchte spinnerig. Super makkelijk om te maken. Het werkt perfect. Heb je nou een botte haak? Want dat is juist de kracht van die spinnerig. Dan pak je een tangetje. Zal ik daar een haakje voor opofferen? Ik ga daar dit haakje voor opofferen. Pak je een tangetje. En dan druk je je weerhaak plat. Dus je hebt al een vis gevangen of twee vissen. Je haakpunt is bot. Hij moet toch weg. Dan druk je je weerhaak plat. Goed hard knijpen met een tangetje. Dan kan je namelijk je stoppetje er weer afhalen. En dan haal je je aasje eraf. Doe je kikkertje omhoog. En dan is hij eraf. Nou, omdat je geen weerhaak meer hebt, kun je makkelijk die kikker eraf halen. Nieuw haakje pakken. En je bouwt hem weer helemaal op. Kikkertje erop. Deze er weer op. De stoppetje er weer op. En die klik je er weer op, schrijf hem eroverheen en je bent weer ready to go. En het stelt echt een bal voor, weet je. Ik raad hem je echt aan. Het is gewoon een heel makkelijk richtje. Het is heel simpel om te maken. Je kan je haakje vervangen. Je kan elk aassoortje erop vissen. Je kan hem echt wel ook soepel maken. Ik doe dat persoonlijk niet. En ik kan op de loodclip. Ik kan inline lood, helikopterleader. Dus ja. Probeer het gewoon eens. Ga hem gewoon eens lekker maken. Ik heb er twee op zitten op twee hengels. Eén hengel met een multirig. En zoals je volgers weet, je vangt gewoon prima. Ik vis er al anderhalf jaar mee, echt vol gas, alleen maar bijna. En af en toe een losschieten, maar ja, dat hou je toch, weet je. Dat blijft vissen en dat doe je denk ik vrij weinig aan. Dus ja, ik hoop dat je er wat aan hebt. Heb je vragen, stel ze gerust. Ik beantwoord het zelf, anders in een andere video. En ik zie jullie vrij snel weer met hoe deze sessie verloopt. Ik zit net, dus valt nog niks te zeggen. Maar dat komt wel goed. Dus allemaal weer hartstikke bedankt voor het kijken. En tot snel. Joe.